Ja. Nee, wacht. Paul die roept gelijk ja. Hè? Die wil gelijk me beuken. Moeten we nog een andere vehicle? Ja, wouden we nog een andere voertuig? Nee hoor, ik vind deze best... Ik vind het ook volgens mij is iedereen nu een beetje gewend aan die auto, dus... Maakt mij niet uit, jongens, ik rij in alles ik goed. Ik heb een Ford GT gekocht. Wat heb je gekocht? Ford GT. GT? Lukt die Nox? Bij show. Ja, als het goed is Johnny ik weer. Misschien nog niet in de lijst. Ik heb nu 12 staan. Even kijken, ja. Oké, nu gelanceerd worden. Ik zeg gecondoleerd. Gecondoleerd. Wat gaan we doen? Ja, daar heb ik lak aan. Indianapolis. Nou, Brabant rijdt als eerste hoor. Ja, illustere voorgangers. Ja, wie is er een tafel in elkaar aan timmeren of zo? Nee, Hartje die race mee, maar die werkt stiekem bij de IKEA. No. Vakkenbrigadier heeft nog steeds dat modem. Ja, weer die medion, hè? Ja. Hier in Apeldoorn met een glasvezel is het... Is lekker, hè? Snel, jongens. Leuk, ja, ja. Hè, in Apeldoorn wonen. Ja. Apeldoorn is de best. Nou, ik woon in het centrum. Ik heb nog steeds geen glasvezel hier, hoor. Meen je niet? Nee, ik woon in het kanaal. Binnenkort wel komen, toch? Wow, wat stuurt de Porsche direct, zeg? De tering! Ik zie alleen maar rookje op, niet normaal. Donker! Ah, jongens. Ik heb mijn Ferrari vompjes gewisseld, maar die stuurt wel wat direct, die Porsche. En dan krijg ik de. Ja, natuurlijk. Krijg ik de penalty, hè? Ja, ik heb rode cijfertjes. Robert, jongen. Dat mannetje ben je ook, hè? Ga gewoon in je slipstream hangen. P68 rijdt P80 rijdt de Ferrari. 290 zit ik nu. Oh! P95. 303. Ik ruim 305 hier nu. Het is weer dezelfde bocht waar je zo aan het klooien bent. Aan de kant even. Hallo, jij maakt daar een foutje, dan moet ik aan de kant. Wat is daarvan de logica? Is wel een leuk baantje dit. Zegt hij als hij me eraf beukt, ja, lekker. Ja, ik zie in één keer in drie nee, seconden. Nee, staan al een half uur staan er onder je auto een aantal pijlen in beeld. Onder jou, ja, kan ik dan ook de afstand zien, hoe ver? Ja, klopt. Is het wel dubbel? Worden het meer pijlen, ja. Damn it, gas mij. Cello, jongen, echt smeerlap. Ja, je moet op de weg blijven, jongen. Ik gewoon het gras in, zodat ik snelheid minder. Dan kom je niet voorbij, even. Achie, jongen. Geef even ruimte van, gek. Van een mongol, hè? En dan maar de hard way.
Kijk die cello, hè? Die zit gewoon te kijken waar ik rijd. Ja, hij was mooi, hè? Penalty! Jongen. Oh, briljant. Cello kan echt niet rijden, Nox. Zwabberen, joh, die gozer. Ik heb mijn pokie vastzit. Controle kopen, maar ja. En Evert was weer zeker als eerste gestart. Nee, zeker niet. Godverdomme. Ik heb Bakal moeten inhalen, ik heb Hachi moeten inhalen. Nou, die Hachi die krijg je niet ingehaald hoor. Nee, die gaat gewoon, die beuk je gewoon eraf van. Maar ik heb afgekeken het vorige rondje bij jou. Ja, het is gewoon even kussen wat op gras gaat. Je krijgt je dan telt je rondetijd niet, maar je kunt dat één keer kun je dat wel voorlopen. Hier, gewoon op topspeed er langs. Op de... Ik denk dat ik wel een penalty in mijn broek heb gekregen daar. Ja, ik ook hoor. Ik wil even een vraag, als je als eerste finish, dan moet je ook echt eerste moet klaar zeggen met een penalty. Die Carl die ging echt als een malle bij die start afsnijden. Paul is altijd grappig. Hoe die daar bij die stadje, want dan zie je die auto gewoon naar links, naar rechts. Het zou zomaar kunnen dat Hachi gewoon eerste wordt, omdat wij een penalty hebben, Evert. Ja, zou maar zo kunnen, ja. Nee, ik heb ook een penalty gekregen. Zo stak, dicht bij elkaar dan. Door Zwaffela, die beukte mij eraf en ik krijg een penalty omdat hij mij eraf beukt. Ah, oh, wat oneerlijk. Oh, 4 seconden allebei ja, even. Oh, 4 seconden, 5 seconden, had je 5 seconden. Ik ben 5 seconden. Ja hoor. We gaan winnen. Hoe zat in de lekje? Had je 7e? Ik stop er dadelijk mee. Ik stop er dadelijk echt mee. Stom spel. Het staat echt nergens. Ik word fucking afgebeukt. 5 seconden. Ja, bij 4 seconden. Ik sneeuw wel bruut af, maar daar kon ik helemaal niks aan doen. Nee, ik sneeuw wel bruut af, maar ik kon er niks aan doen. Yeah. Ja. Ja, jij beurt mij eraf, godverdomme. Ja. Ja, ik zat voor de finish zat ik naast je. En wat doe jij? Jij gaat gewoon boep naar rechts. Ja, dan moet ik wel even een noodmaatregel nemen. Nee, achter mij nog, dat je bij mijn achterwielen. En je wilde je gewoon erdoorheen wringen, man. Nee, ik zat al naast je. Nee. Oh god, dan krijgen we Japan. Oh, Tama sprint. En dan gaan we naar beneden toe. Dus, dan staan we. One way op. Die eerste bocht is leuk. Oh jee. Gaat heel hard naar beneden en dan vol naar links. Oh ja. Heeft Paul nog hele goede momenten en heeft ding aan. Stukken van mijn auto zitten daar nog in de muur. Ik ben een beetje doorgegaan, Nick. Ja, hè? Wel een beetje doorrijden, hè? Anders. Ja. We hebben ook vriend komen. Nick had net gewoon de derde tijd of zo. De derde ronde. Nou ja. Dat krijg je als je mensen eraf beukt, Evert. Nou ja, weet je, dan heb ik ook niks te verliezen. Bereid je maar voor, jongens. Oh jee. Ja, dan rij je met een stuurtje. Hoi? Ik start gewoon als 12e. Ja, iemand moet 12e zijn. Het valt me dat je altijd heel langzaam wegrijdt. Lijkt me of jij niet vol gas of zo. Nee, ik heb controle, ik geef vol gas, bro. Oeh, zag je bocht. Nou, ik ging helemaal links aan. Bedankt, zag je Chris. Dat, Shadow, dat ging echt goed, hè? Plakken, hè? Bedoel je plakken? Oh. Ah, kom! Dat ben ik met jou, paard. Godzame. Jongens, ik ben als 12 gestart en 2 bochten verder lig ik als 4e. Wordt helemaal laatst ingezet, omdat ik eraf word gebeukt, Carl. Die ja, het is altijd iemand anders zijn schuld, jongen. Netjes, hoor. Oh! Kak! Wow!
Oh, Paul. Waar was dat dan? Oh. Je hebt gewoon... Vliegt gewoon. Ja. Oh. Ja, ik kwam even door. Kwam. Oh, is het zo? Even. Ja, ik heb de schade staat op gevoel. Ah, kijk. Rem ik, Paul, daar heb ik. Ja, ik zeg dat daar eerder van. Godver. Verdomme zeg. Oeh. Zo. Ik heb een foutje gemaakt, ik heb 360 gemaakt. Sorry. Robert, wat gebeurde daar, jongen? Ik zag de auto krullen daar. Gewoon gooi de lucht in. Wat een tering, zooi. Kaal, jongens. Mijn auto is helemaal aan de tering. Robert, ik wil er langs. Wat is op aan... Ik weet niet wat er is, Daan, maar je rijdt echt heel langzaam, hoor. Ja, ik heb de controle echt helemaal ingedrukt, maar... Willen jullie gewoon betere auto's hebben ofzo? Oh, kan ik zien hoeveel damage ik heb dan? Ik kan niet zien, maar je merkt dat... Lampje gaat dat de vonken er vanaf vliegen. Heb je die ABS en al dat soort dingen, heb je dat allemaal uitgezet? Is dat nee, het? Nee. Nee, Daan, is dat de reden waarom je altijd zo... Of dat je slipt als je wegrijdt? Hoe bedoel je? Als mijn het spelletje voor de eerste keer opstart, dan kan je dat aan en uitzetten. Nee, ik denk dat er iets bij daar is anders aan, okay. Dus hij rijdt ook heel langzaam. Van die traction control en zo. Ja, waarschijnlijk staat het bij mij nog allemaal aan, ja. Dat, ja. Ik heb er niks aangepast. Heb jij iets aangepast dan, Robert? Sorry, Chris. Ja, ik weet het niet. Niet. Dat je nog iets kan zien, Karl. Rol zijn motorkap weer omhoog. Ja. Wel geremd worden daar. Jammer dat ik een paar... Oeh, Paul! Dat ging hem net goed. Je ging van links naar rechts. Ja, dat maakt een paar kantjes. Ik vind het al knap dat die auto van Paul nooit kapot gaat. Ja, goed hè. Zit daar lood in die zijkant ofzo. It's my little tank. Oh, er komt weer een langs met de motorkap omhoog. Ik zit tikkie. Fuck. Jezus, zijn jullie er nu al? Ja. Jammer dat ik een paar aanvaringetjes had. Hé jongens, ik ben als 12 gestart, hè? Ja, dat ja, is... En als 16 dus geëindigd? Nee, tweede. Oh, god. Dat is de ultieme successtory, Evert. Thanks, man. Ja, eerlijk is eerlijk, hè? Watjes. Marcel. En Hachi, wil je erover praten? Tiende. Of? Ik had foutjes gemaakt. Mocht je afvragen, is Noxie maar 54? Het is origineel 554, maar dat maakt niet uit. Valt eraf steeds, hè? Prestige levels, zoals in dat schietspel. Warzone. Ja. Hey, is er op dit moment iemand gaan streamen? Ja. Shadow. Shadow. Wat dan? Ja, mijn vriendin die wil meekijken. Oh, livestream. Ja. Anders moet ze de volgende keer maar meedoen, Robert. Of heb je geen tweede PC? Nee. Maar ik kan er zo even die controle geven. Even kijken of jullie ingemaakt willen worden door een jonge dame. Die rijdt snot voor onze ogen natuurlijk. Darling. Altijd heerlijk om in de slip te raken.
een leuke dubbele woordspeling even. Ja, daar ben je normaal helemaal niet van, even. Nee, nee. Het was een keurige jonge man. Nee, ben ik mijn ene, straks ik weer als ene laatste. Wat is dat toch? Dat noemen ze justice. Jullie weten trouwens ook dat er een tientje is in het optrekken, hè? Niet dat iedereen gewoon maar naar voren indrukt en dan 3, 2, 1 enter doet, hè? Gewoon vol gas, dan gaat dat op prima. Mag ik niet te snel wegrijden? Oh nee. Oh nee. 3-4 man dik. En ik sta weer naast Kowalski, hoe kan dat? Hé hey, jongen, wat jongen. Doe jij jongen aan? Oh, hij doet helemaal jongen. Doe godverdomme helemaal niks. Ja, night him jongen, gek. Jeetje, Mina. Jongen. Ah, hij maakt wel een foutje. Hij heeft een beetje met de motorkap op. Te rijden. Je weet dat je hier af moet, Evert. Ja, ik dacht ik moet hem even kennen en dan tik ik even heel licht mijn handrem erbij aan. God, handrem. Godverdomme. Maar ja, dan vlieg je toch ook wel weer aardig wat snel uit. Ah, ik moet zeggen, het is wel leuk als je een keer als eerste start. Oh. De handrem daar! Nee, trek! Trek van de handrem! Ik tik me precies via achter weer aan, hoor. Oh nee, oh. Nee, nee! Oh, ik ging er precies mooi tussendoor. Mazla? Oh nee, zwaggelaar. Nou, ik ik denk te zeggen dat dat gewoon puur kunde is. Geen mazzel. Karel opjagen. Oh, die... Fuck. Foutje, Karel? Ja. Punteerde licht op de muur. En dan blijft hij echt bij mij heel lang in de versnelling hangen. Oh. En Karel ook gepakt. Ah. Ja, ik maak een foutje. Esje is natuurlijk al lang weer weg. Ja, ik heb van niemand last gehad, dus. Oh, Nox. Nee, dat scheelt. Ik was één en laatste, hè. Als je me nu pakt, even, dan ben je echt een bikkel. Ja, ik ben als één en laatste gestart. Ik lig nu tweede, dat vind ik al mooi. Kanon, maar wat heb ik te kutten, zeg. Profiteert zo mooi van mijn error en dan ga je zo de berm in komen. Ja. Kansloos. Nee! Archie, doe eens remmen. Ik denk dat jij al veel te ver bent. Hier ook ineens. En wie rijdt er weer met zijn motorkap open achter me? Man, ik ben echt helemaal doorweekt van zweet, joh. Gaat helemaal nergens, ja, joh. ik zit gewoon relaxed sturen met een paar vingertjes aan het sturen, gewoon. Ja, dan moet je. Ik heb nou zo'n G923 met True Force. Nou, dat moet je eens doen, jongen. Dat is echt niet normaal. Dan moet je niet zo hoog zetten dan. Ja, dan moet je laag zetten. Leuk, man. Iets is laag zetten, Mark. Dat heb ik ook al. Oh ja, je, heb je ook die 923? Ja. Dankjewel. Het is wel een mooi race, of niet, met zo'n stiertje. Ja, stiertje. Het is zo gaaf, echt. Dan moet je echt een keer... Ja, zo gewoon naar voorbij is een fucking ik zie geen tijd! Joh, ik kan gewoon echt nergens normaal racen. Stingo player is beter dan mij. Het is nog frustrerender als de PvP van Destiny gewoon. Ik ben er zo agressief aan, hoor. Ja, nou, als je nou gewoon er netjes langs gaat. Ja. Ja.
klopt, ja. Het is een kwestie van wie had de grootste band. Nou even, dat is wel close zeg. 50-7, 51-9. Ja. Maar ik ben nou weer als 11e begonnen, hè? Ja, netjes. Maar je steekt toch maar, weer een 4 in mijn gereed. Ah, Nicky. Tja, oeh, jammer Paul. Ah, kut. Oh, dat is niet meer het best. Yeah. Ja. Elke keer als ik op die spectate knop druk, heb ik ook zo van Jezus, wat een loser zeg. ik wou er eigenlijk zeggen 51, maar ja. 51, 7, 51, 9, Jezus. Stuurt jezelf voordeel. Of een toetsenbord. Nou ja, Shadow die, die kan dat heel goed met keyboard. Dus het is gewoon een oefening bij baby's. Noxie die redt ook. Met keyboard trouwens. Hè? Heb je nu stuurtje aangesloten, Shadow? Je aanzet, comma. Ik heb zitten kijken naar het stuur van je, Mark. Wat ik je linkte, weet je nog? Ja. Klopt, daar ben ik stiekem naar aan te kijken. Ja, dat is leuk. Ja, dat is wel, dat is wel een leuk stuurtje, ja. Ja. Maar dat is toch veel moeilijker, want dan moet je echt schakelen en zo. Of heb je dat automatisch? Hou even op automatisch staan. Dat vind ik al moeilijk genoeg. Ja. Zit je dan ook eens op een stoel? Of heb je dat ik heb die, ik heb hem op mijn stoel kan ik kantelen. Ik heb zo'n... Je ligt in je stoel, zeg maar. Secret Lab heb ik. Dan sta op stoel. Secret Lab stoel. Secret Lab stoel is eigenlijk 500 euro. In channel heb ik een linkje gemaakt voor een stuurset. Dat is mooi. Klopt, dat stuurtje en dat hele gebeuren is maar 1499 euro. Oh. Kun je dat niet nog gedeclareerd, toch? Ja. Maar Daniel, die Secret Lab was 300 vond op werk. Huiswerkvergoeding. Ja. Secret Lab. Zullen zijn 4,75 of zo, toch? Ja, maar nee, maar je kunt ze wel goedkoper krijgen, maar dan moet je gewoon even googelen. Moet ze niet bij een officiële winkel halen of zo? Ja! Pack limits. Shadow limits. Oh! Wie was dat? We hebben Chris. En dat was ik, Flash. Sorry. Super kut. Oh, ook track limits. We bleven plakken aan elkaar. Wat ja. Shadow al zei. Echt heel irritant. Als je daar helemaal buiten gaat, krijg je nee, de box gaat hier naar links, hè? Ah, fuck, gint. Hey Hachi, als je nou eens start met het rekening houden dat er ook nog andere mensen aan het racen zijn. Misschien gaat je avond dan een stuk beter en leuker worden. God. Gaat hier. Ah, kut. Weer die fout in die bocht. Jezus, ik zie helemaal niks op die motorclub van jou, Robert. Nee. Sorry. Of we een Skolski zitten? Ja. Is die er nou nog niet afgereden, die klep? Oh, wie deed dat?
Zag je er geen naam bij staan, Robert? Iemand beukte mij van achter, dat ben ik niet gewend. Niet mijn pakje aan. Ja. Pas, jij zit ook constant te sturen, je moet je stuur stil houden. Ja man. Dead zone instellen. Dat je in het midden zeg maar een beetje door je, dat hij niks doet. Ja, dat volgens mij is dat je dead zone. Ja. Die heb je waarschijnlijk op 0 staan, die moet je denk ik op min 20 zetten. Oh. Maar wat is er voor voordeel dan? Nou, dat je dan, als je dan instuurt, dan reageert hij gelijk per direct. Oh, oké. Okay. Als je ietsjes naar rechts stuurt, dan gebeurt er even niks, 5 of 1 meter. Ja. En daarna pakt hij hem pas. Ja, okay. En als je die dead zone aanpast, dan is het gelijk, plap, pakt hij hem gelijk. Oké. Okay. Ik dacht al, want ik zie jou zo zwabberen de hele tijd, maar... Ja, maar ik blijf niet rustig, ja. Oh, oké. Okay. Anders moet je eens zoeken gewoon op Ultimate Settings Grid 2019 en dan je stuurtje erachter. En dan op YouTube kijken. Er zijn heel veel gasten die dat helemaal uitleggen. En dan moet je gewoon precies die settings overnemen. Nou, oké. Dan moet je gewoon proberen wat je het fijnst vindt. Ja, precies. Dacht het niet, hè, Nox? Dacht het niet, hè? Zit je met Nox in gevecht, Robert? Hij met mij. Ik ben hier gewoon aan het rijden. Het is niet voorbij te komen, Enox. Ja, klopt, die Hufter die laat me er gewoon niet langs, hè? Nee. Klopt, ik heb hem al 20 keer morgen inhalen, hè? De auto wil de andere kant op. Geen blauwe vlag, hè, dus. Seconde, dan is het van erbij. Ja. Ja. Ik was er al 20 keer langs hoor. Maar ja, het scheelt. Volgens mij. Je tweede rode Nox. Hier, tweede. Shadow. Door jullie pletsers. We hebben allemaal 4-4-3 seconden. Hey, Evert, het is hoe door het, hè? Ik heb nog mazzel dat ik vijfde ben gebleven. Wij starten, Hachi, jij startte toch als eerste? Oh nee. Maar dat helpt hem niet. Ja, klopt. Hachi stond inderdaad bijna helemaal voor rijden. Ja. Klopt, ja. Pijnlijk. Heel pijnlijk. Disqualified. Ik raakte met één wiel het gras en meteen was ik disqualified, ja. Je hoort de pijn in zijn stem. Ja. Ja. Ja, maar dan reed je wel met vier wielen echt buiten de lijn. Dat kan anders niet anders. Nee, hij reed achterstevoren. Oh. Ja. Ja, dan is het... Ja, ik kreeg niet achter de voren, maar ik neem iets te veel af en dan denk ik, Ja, maar eventjes op een serieuze noot, hè. Gewoon even afhouden, eventjes mensen laten beuken en racen en dan zal je zien dat je altijd in de middenmotor eindigt en het is prima. Alles is oké. Okay. Liefst zou ik dat er een optie in zat dat je gewoon door elkaar heen... ging in plaats van... Ja, kan ik ook doen? Nee. Nee.
Nah. Naast de Larietersmodus is dat. Nee, je kunt ook, dan zie je ieder, de rijdt dan een, eigenlijk zelf, maar dan zie je de schaduw van iedereen rijden. Ghost mode. Ja. Kijk, dat is wel leuk, hè? Shadow loopt altijd te huilen als hij gebeukt wordt, maar hij wil wel blijven beuken. Dat is altijd grappig bij die gozer. Ja, ja precies. Nou, we zitten er nu, hè? Shadow, roze. Mm-hmm. Nou. Ik ben ook roze, hè? Pas op. Ja, je hebt het roze groen. Dat is waar. Je hebt het met bloemetjes. Ja. Straks heb je de schade uitstaan. Straks heb je transparante auto's. Nou, klopt, dan aansluitend is de titel van de race spelletje zonder raceauto's doen. Oprotten, op mazzel. Ja, echt, het gaat nergens meer over. Ja, klassieke muziek op de radio. Ja, precies. Wel genieten van het reizen, jongens. Bocht naar rechts. Voelt ook die, die steentjes voor je. Oh, jezus, Paul! Wat je krijgt me daar een beuk. Oh. Ah, jongens. Ga je maar rust. Godsamme, ik zou echt geen lief voor nog. Ik. Je doet niet meer mee volgende week, dus dat is altijd. Wordt Destiny altijd nu maar. Volhouden, want ze spinnen hier ook weer, dus je kunt zo weer bijkomen. Shadow, oh, night op jongen met die stuurbewegingen. Ja, ik ben gewoon een middenmotor. Wat ik snap, als ik een beetje rijd, dan zet er iemand meer dan op de weg, of het stand gewoon. Iedere ronde maar weer. Je brandt je eigen harde stuk, hè? Ja, jammer, dat was niet de bedoeling. Rijd je de motorkap helemaal open. Ja, dat kan er maar één zijn, hè? Jongen. Sorry. Ah, retire. Weer retire, wat nou dan? Ja, dan vind ik het leuk om even te kijken hoe jullie tijd vechten. Oh, Swaffelaar, jongen. Je mag er gewoon langs. Maar een witte auto. Kon nog net ontwijken, zeg. Yes. Wie stond daar stil? Jongens, wat sta ik te kut? Weet ik niet wie dat was. Volgens mij was Kowalski dat. Kowalski's auto ziet er niet uit. Nee, dus. Ja, ik werd daar even gesandwiched van jou daar. Normaal heb ik daar niet zo'n problemen mee, maar als het al waren twee mannen. Dat is eruit voor je, jongen. Jezus. Nick, houd hem recht, hè, Nick? Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Hij stuurt helemaal naar rechts. Sorry. Oh! Cello, wat doe je, jongen? Pakt hij even een muurtje mee? Ja. Het irritant is als je 180 graden draait met je auto. Vooral met de stuurtjes, heel irritant. Ik zie niks door jouw waterfolio. Sorry. De druk, door. Die weet je te groot, hè? Ja, ja ik denk, reset hem maar dan, ben ik er vanaf. Ah, eens even kijken, nog zie de mensen biedt. Oh, waterfolio. Was spannend, Fakkel. Ik 180 graden draaien hem, ik stond verkeerd op de weg, helaas. Oh, jezus, Marcel, wat heb jij met jou auto gedaan? Ja, die stuk. Zo, oh, jullie vechten maar uit, er rijden wel langs. Hè. Ultra Racing Line combo.
Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Carl rijdt gewoon gruwelijk in de weg. Die auto's, die zien er ook uit. Hello, je motorkap staat open. Hey, hallo. Extra dank voor ons. Nee, ik zie geen reet door die motor. Hey, maar vellig hoor, dus in mijn huid. Ja, weet je wat lullig is? Als iemand die motorkap omhoog heeft staan en gaat heel dicht tegen iemand anders zijn kont aan zitten, dan ziet diegene niks dan meer. Zie je geen reet. Nee. Schiet er gewoon niks meer op om jou in te halen, fakkel, hè? Het is gewoon weer helemaal naar buiten getorpedeerd en dan raak ik gelijk met 360. Je wil me beuken, ik zag het wel. Ah, ik wou er eigenlijk langs, maar dat lukte niet. Ja, gewoon langs. Yes. Hey, miss me. Hey, ik zit vast in de vangrail. Hachi, is er nog een auto heel slecht aan toe? Ik weet niet, ik ben nog eens aan het kijken. Heeft hij nou iemand gelapt of... Nee. Ik zie allemaal banden op de weg, joh. Wat is dit? Allemaal rode banden. Ja, ik heb die stapeltjes telkens omver gereden. Als je ze een beetje schandt, dan heb je er geen last van en dan... Alleen in de volgende ronde dan. Zo, was dat een bot. Leuk idee, Evert. Ik klop mijn handrem aan, ultieme boeking. Ja, gelijk 3 plekken kwijt. Twee. Nee, die auto van Koen. Vandaan. Die zien er echt niet meer uit. Nou Daan, ik denk toch dat jij even naar je controle moet gaan kijken dan, want... Staat ook in plaats van Aston Martin John Deere achterop. Ja, volgens mij heb ik de controle nog steeds niet helemaal lekker, want hij schept of heel hard of... Welke controller gebruik je van de console? Ik heb nu een Steam controller. Ik had vorige week ook de PlayStation 4 controller, maar... Ik ben nog even te kijken wat best is. Je af en toe zo langzaam gaat, ook bij de start, net of jij niet 100% die trigger kan indrukken of zo. Ja, ik weet niet waar het aan ligt, maar ik kan me niet verder indrukken, dus dat ligt er niet aan. Ik krijg echt een instelling. Dat kan harder. Die auto van Koen. Jij rookt helemaal, maar heel je auto is echt dat rook als een gek. Ik zie dat niet. Ja. Je hebt toch geen banden meer aan de rechterkant? Je rijdt op je velg. Nee, oh, dat was dus die achter mij reed. Ik hoorde echt helemaal bonk, 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 bonk. Dat is gewoon zo. Nog zijn klep helemaal weg. Er staan wel allemaal oranje icoontjes bij me, ik meet te tellen. Jezus, wie rijdt toch altijd die banden eraf, joh? Ja, Koen in ieder geval, want die rijdt op z'n velg. Ah, nee, shit, fout. Godver. Ik was bijna bij Shadow. Shadow, ik hoor jouw auto helemaal blubberen. Wat is er met die auto aan de hand, joh? Een stuk. Hoe staat vijfde, staat er mij. Shadow, je bent vijfde, ja. Je rijdt het voor mij. Nou, ik was een katje bijna, toen maakte ik een fout. Nou, toen heb je het bijna ingehaald. Nee! Verschillen wij dat ook hier? Ja, snelle ronde, Evert. Hier. Ja, als je die vreemde handen aan bord had gedaan. Ja, gewoon fakkel in de halen, dan ramde ik hem in de wand. Tot daar, ik had echt nog voorbij. Nee, gewoon twee honderdste achter je. Ja, joh. Kijk dan. 8-15-1-7-3 en hij pakt hem net. Ja, die bochten vlak voor de finish, die vier haakse dingetjes. Ik had een 1,57 ja, daar plank jij iets meer doorheen als ja, dat klopt. Ik hou meer af als het ware. Ja, dan kun je gewoon met die Ferrari vol gas doen. Kan je hier disqualified raken? Je kan die toch niet afsnijden? Ah, jij 8,57-8,59. Ik had je weer bijna terug. Ah, ja. Ja. Eén rondje extra. Nick, hoe kan het dat jij disqualified bent? Wat zei je? Hoe kan het dat jij disqualified bent? Geen idee. Want je kunt hier nergens afsnijden, dus...
Ja, ik weet ook niet. Ik kon in ieder geval niet meer verder rijden. Het laatste wat ik zag doen was met 130 de rechterkant raken en toen vervolgens met 130 de linkerkant. Dus. Ja, het kan ook nog zijn als je langer dan 8 seconden achteruit rijdt, dan word je ook gedisqualificeerd. Kijk, dat is wel klaar. Nummer 1. Netjes, jongens. Netjes hoor. Kom over een paar minuten. Koen, weet je trouwens hoe lang het kabeltje is wat ik nou heb gekregen? Voor mijn koptelefoon. Nou? 40 centimeter geef ik het. Oh, had je die nieuw besteld? Nou, hij heeft gewoon weer niet goed gekeken. Ja. Hij bestelt zo blind gewoon erin. Dadelijk even voor nieuw bestellen. Zal ik even lezen hoe lang die dingen zijn. Wat draadloos kopen, Jan. Ja, die hebben we gaan ik even praat. Ik heb er zelfs 2, maar lukt niet. We gaan even wat betere auto's nog doen, hè? Hey, ik heb er eentje van. Ik heb een Bose. Dat is een paar honderd euro en ik krijg niet in de praat. Ik krijg 2 profielen en het lukt me gewoon niet. Pimps. Nee, want op een ander apparaat doet hij het ook en ik heb 2 draadloze. En ik krijg ook 2 profielen. Ben je weer, jongens? Nee, ik ben er echt dagen mee bezig geweest, maar het lukt me gewoon niet. En, eerst kreeg ik ook geen geluid erover. Maar ik krijg nou wel geluid, maar zodra ik nu geluid erover laat lopen, dan stopt mijn microfoon. Je hebt niet in je geluidspanel, je hebt natuurlijk in je geluidssoftware van dat ding zelf, en je hebt de geluidspanel van Windows. Ja, ik heb alles gedaan. Ik heb nieuwe drivers, ik heb de Bluetooth drivers die echt bij de module horen. Ja, het is gewoon een Intel, maar je hebt maar gedownload, maar niks helpt. Dan dacht ik, dan bestel ik wel een kabeltje, maar ja. Dat was ook niet gelukt. Nou, dan als je helemaal strandt, dan moet er even zo'n... Oh, we krijgen een andere kaart als het goed wordt. Ja, als ik die een keer op de praat kan krijgen, dat is... Ja, dat klopt. Dan moet je eventjes in de appgroep eventjes even schreeuwen en dan... Dan prikken we even een momentje. Er is nog geen één apparaat wat ik in mijn handen heb gehad, wat heeft... Wat heeft mogen winnen? Oké, nou ja, dat moet ik maar een keer doen, want ik kom er echt niet uit. Op internet staan 100 verschillende mogelijkheden en de mensen hebben ze allemaal geprobeerd. Vraag maar aan Flash hoe simpel het af en toe gaat. Hè, Mark? Nee, ik wil het niet over hebben, dat is gaan kapot. Oh, andere auto? Maar Shadow die is altijd, dan staat iemand op de afgrond, zal ik springen, zal ik zelfmoord plegen en die duwt hem dan er nog gewoon even in. Hè? Altijd van die flauwe opmerkingetjes. Ja, ik had iets heel lulligs. Ik belde Nox vorige week op. Ik kon bij settings window kreeg ik niet meer van Windows. Toen zei hij, moet je gewoon op dubbel klikken. Dan komt hij gewoon weer terug. De hele internet aflopen struinen, 3 dagen aan het zoeken, kreeg het maar niet voor elkaar. Kan het zijn dat je zoon een tweede monitor eraan heeft gehad? Ja, dan popt hij op bij de tweede scherm. Ja, dus basiskennis dubbel klikken op het miniatuurtje. Oh, nou, dan moeten ze bij ons dus ook eens even uitleggen. Want met dat keypass gebeurt dat bij ons heel vaak. Maar ik moet nu even opletten trouwens. Hou die jongen aan de praat. Hou doorpraten. Je hebt een andere auto. Oh, Oostenrijk. Ja, Oostenrijk, ja. En het is een leuk autootje dit hoor, die LMP. Het gaat wel hard. Kan ik Paul niet meer herkennen. Oh, jezus. Oh, okay. Deze auto is met de remmen. Kutbal. Oh, was het oh jee. Hey, Karel! Ik heb al een waarschuwing. Ja, volgens mij krijg je altijd gewoon meteen een penalty dan. Dat is niet echt een waarschuwing. Nee, dat klopt, dan heb je de malaie broek, hè. Dan is dat vliegen die komt uit de ginbak. Ja, maar bij 3 ben je ook disqualified, toch? Ja, voor mij wel. Nou ja. Jezus, wat stuurt het ding direct, zeg. Oh, oh, oh. Paski, blijf maar in de lijn rijden, jongen. Je slikt als een gek. Oké. Okay. Oh, Nox is weg.
Die laatste twee bochten hoef je niet te remmen. Die eerste twee ook nog. Jij niet, nee. De laatste twee bochten hoef je niet te... Oh, dat is die laatste twee bochten. Shit. Ik zie dus allemaal bommen in de hoofd vliegen. Ah! Je hebt te laat geremd, Paul. Ja! Met die grindbak, god. Gloeiende. Iemand doet mij naar achter mij. En heb je zelfs de hulplijn aanstaan. Ja, hoe je daar gaan. Nou, ik ben niet de enige, zie ik. Kom door, Karel. Daar, jij doet mij de hele tijd na. Gat dichtgooien. Ja, ja, ik krijg gewoon een ideale lijn, maar... Ik denk, ik ga hem niet te hard nemen, want dan vlieg ik eruit. Iemand 11 rijdt, dan kan je beter niet volgen, want dan rijdt hij meestal 11 door een reden. Op elkaar zo, actie Kowalski. Ik ben er niet langs, Shadow. Was jouw topsnelheid bij de start, als je dan voor de eerste keer gaat remmen, Daan? Even kijken, ik zit nu aan 92. Dat was iets te enthousiast. Ja, ah, maar wel er langs. Ja, ik eens kijken wat ik rijd. Wel er langs inderdaad, Kauw. Goed bezig. Ja, ik denk daar, dat, ik hou hem gewoon. Laten we eens proberen. Jeetje. Oh, sorry jongens. Sorry. Dat was ik niet. Ik werd ook nog weer van achter gebeukt. Oh, ja, dat was ik. Ik dat is vakkenbriegen die hier. Tolle. Wat even kijken. Hij zag natuurlijk Flash. Hij denkt, die moet beuken. Ja, pakken die jongen. Oeh, waar gooit hem in ballon, Janus. Ja, ik heb een aantal keer achter en voor hem gereden, maar die fakkelbrigadier die neemt geen prisoners, hoor. Nee, dat is duidelijk. Sorry. Goeiedag zeg. Wat denk je? Die pak ik even terug als je hem inhaalt. Op een of andere manier, dit circuit heeft me nooit gelegen. Welk circuit wel dan? Ik ben aan het kijken naar Shanghai. Ik ben achter jou aan het rijden. Ah! Shanghai. Ben je niet, penalty. Moet je maar eens bij Global kijken. Die Shanghai, die had als het eerste circuit wat we deden. Daar heb ik de tiende tijd van de wereld staan. Echt waar? Met deze auto, hè? Met die LMP. Oh, waar nice. We nu mee rijden. Nice, nice. Weet je? Oeh. Maar dan kijk je bij de nummer 1, nee. Hè? Die heeft gewoon 4 seconden sneller ook, hè? Te snel op het gas. Kloten. Oh, daar had je me. Ja, fuck. Ah, dammit, daar baal ik van. Oh, oh. Track limits, ja tuurlijk, kan er ook nog wel bij. Oh, die heb je lekker gepakt, Kowalski, die bocht. Als je thanks. Gaat dat dan ja, niet beter? Strafpunten, jongens. Ja, ik kan het nog een keer proberen, maar... Ik vind het op de PlayStation controller was vorige week nog veel erger. Ja, ik had plus 2 door mijn eigen gestuurfout, dus dat is wel oké verder. Al die wow, andere prutsers. Dit is niet ons circuit, Nox. Nee. 1-14-1. Die heeft dit dagen geoefend. 1 jezus. Zo, netjes. Maar bij remmen en waar je niet moet remmen, denk ik. Ja, volgens mij heb je bij die twee rode plekken waar je remt. En als je alle andere bochten juist instuurt, dan mag je er gewoon blank gas doorheen. 3 seconden sneller. Of je laat het even op. Dus dat is ook een optie. Net de tijd, Evert. Jammer. Thanks. Echt, ik zei al, als ik dan kijk waar ik die tiende tijd heb van de wereld, dan dacht ik, nou, dat kan niet veel sneller. En dan kijk je, en dan is de nummer 1, die is gewoon 4 seconden sneller op 1 rondje. Dan denk ik, waar dan? Hoe kan dat 4 nou? 4 seconden, dat is veel, jongen. Ja, dat is echt veel. Waarschijnlijk een of andere Chinees.
Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat het meer Europa is hier. Volgens mij hebben die Aziaten allemaal eigen servers daar. Volgens mij wil Codemasters dat niet. Dat Azië er ook nog aanklemt. Team Corona. Hoe hang, hè? Ik heb nog één level up en ik ben level 100. Dat gaat vanavond nog wel lukken. Oké, kijk eens aan. We staan nu op 99. Het zijn mooie autootjes dit. Het is leuk om boodschappen mee te doen. Ik heb hem nu net gelijk gekocht om vanavond ook even roze verven. Heb je zoveel geld? 1,2 miljoen. Ik heb die Formule 1 wagen van 3 miljoen ook al. Yes. Jezus, Mina zeg. Ik heb en nog helpt het geen reet, hè? Ik heb nu nog zo mooi. Meer. Nee, maar dan kun je je eigen livery erop leggen, dat is het leuke. Ja. Je eigen kleurtje. Oh. Daarvoor koop je hem. Meer niet eigenlijk. Ik zie die Hachi gewoon een half metertje naar voren schuiven, hè? Ja. Die heeft die goede hek geïnstalleerd. Ja. Oh, Cello, wat een slechte start, joh. Ja, een poepstart. Oh, jongens, wat gebeurt hier? Ja, ik moest inhouden voor Cello. Paul. Paul eerste, ja? Ja. Nou, zet hem in de krant. Even kijken hoe lang ik daar volhoud. In de driebocht. Vraag toch een beuk, jongen. Oh, dat kan je net goed. Ik heb geluk, ik kom tegen 2. Zo. Nou, hoop dat het geluk nou ook eventjes blijft. Over mijne. Zo. Schafluit, ik kan er even snel voor bezig. Ja. Kom maar, Mark. Ik moest afremmen voor Paul. Zo. Nou, ik ben weg. Dat was helemaal niet zo'n heel hard tikje dat je tegen me aanrijdt. Nee, het was precies bij de neus bij mij. Noxie is weg. Een andere koek met even snelheden, hè? Ja, Noxie rijdt steeds verder bij me weg. Dus ik weet niet waar achter me rijdt, maar ga maar voor, want het gaat niet zo. Ik kan weer verdomme niet rijden. Wat heb je dan, Nick? Een band kapot. Band kapot en hij stuurt naar rechts. Dat is wel kak, ja. Ik ga wel aan de kant. Oh, ik moet zo aan de kant gaan. Had je elimineert zichzelf ook? Hè? Ik ben bij elke. Ja, ik wou jou voorlaten, maar ik deed iets te lomp voorlaten. Ik deed het echt de hele kant. Ah, dat ga je. Wow. Nou, die Noxie heb ik er niet bij, dan kan ik beter maar gewoon jou voorlaten. Wow. Noxie heeft wel aardig voorsprong ondertussen. Oh, fuck. Dat kan wel hebben. Auw. Fuck it. Oh. Nee, Mark. Je wordt onzichtbaar bij mij. Wat zeg je, poepie? Je werd onzichtbaar, lieverd. Oh, ja, iets van bandjes. Jeetje. Maakt niet uit hoor, maar dan moet je iets remmen. Wacht, ik moet er even bij het. Oh, jezus. Sorry. Dat maakt niet uit, maar het is voor jezelf zo duur. Jongen, dan rijd ik eigenlijk een keer goed, dan vergeet ik te remmen. Ja, vergeet te remmen, er staat toch... Je hebt toch die hulplijn aan? Hoe raakte jij mij niet, fuckerbrugger? Nee, maar de hele tijd remde jij vrij snel. En nu remde je opeens heel laat. En toen zei ik jou pas remmen, toen remde ik pas. Ja, ik volg die lijn, ik volg jou gewoon. Oh ja, nee, je moet echt naar die stippenlijn kijken. Met deze auto moet je echt met remmen, want als je erin hangt, dan krult hij helemaal om. Oeh, lekker bochtje. Ja, sommige bochten dan... Nee, dan is die rood. Ga je gewoon vol gas laten rijden. Bizar. Oh, dat meen je niet.
Als de IKEA-kast nog steeds in elkaar gezet. Nee, dat kan niet, hè? Laat het los. Yes! Hoe kan het nou iemand hoe ook, hè? Kan rijden? Laatste zag bocht. Je wat er gebeurde of niet, Evert? Karel, je bent echt een vuile hond. Nee. Voor mij en ja. Gingen we leppen. Reed Nick en die drukte me zo voor en daar buk ik zo in. Van jij er langs kan. Netjes man. Ik zag jou inderdaad iemand klappen, ja. Ja, het laatste rondje ging lekker. Ik haalde Kowalski nog even in de laatste bocht. Maar ja. Lijken, Evert. 1.14.8. Kowalski hoeft die, informatie niet te horen, Karel, begrijp ik. Nee. Vooral in de laatste bocht, dat is pijnlijk. Ja, wel lekker snel rondje. De volgende keer sneuvelen we allebei als dat gaat gebeuren. Ja. Best netjes. Wel, je was gewoon sneller, dat is gewoon zo. Nog een keer of? Ja, we zijn nog niet klaar. Dus we zijn nog binnen aan het racen. Karel, dat jij zo snel bent. Ja. Netjes, 1.34 rondje. Goed hoor. Ja. Je moet echt naar die controle kijken. Ja, dat is echt niet. Is echt iets niet goed, dat kan niet. Pak gewoon je keyboardje. Blanke. Keyboard, dat heb ik nog nooit gedaan. AZ.comma. Ja. AZ.comma, nou, laten we eens proberen. Ja, moet je wel instellen, denk ik. Want anders heb je een standaard is de pijltjes, denk ik. Of niet? Ja. Okay. En anders moet je gewoon even een stuurtje bestellen. Vandaag bestellen, morgen in huis. Ja, ik heb hier nog zo'n stuurtje staan, maar dat ding komt dat jaar nul, zeg maar. Wat is het dan? Zo'n Force? Geen idee eigenlijk, want ik heb hem hier staan, maar... Sega of? Aangesloten. Sega. Ja, die G27 is 11 jaar oud. Het enige wat erop staat is Zonnet. Zonnet? Dat klinkt heel onbekend. Ja, is het ook volgens mij. Het was een soort rustachtig dingetje. Ja, er is geen drijf meer voor te krijgen, denk ik. Dat was een race-tool van mijn vader. Dus dat zegt al genoeg, denk ik. Maar heb je hem al eraan geprobeerd te hangen dan? Ik heb hem geprobeerd, maar dat doet hij niet. Stuur heeft zeg maar gewoon links, rechts en gewoon recht. Daartussen heeft hij niks. Hoeveel pinnetjes zitten er op de stekker? Het heeft wel een USB en nog vier andere soorten die ik niet ken, dus dat zeg ik, ja. Maar even Google op internet. Ja, nou, ik heb hem wel eens gevonden, maar er was blijkbaar geen software meer beschikbaar dat werkt op Windows 10. Ah. Ja. Daarvoor moest je naar Windows XP. Dat is los, allemaal van die regeltjes. Je eigen driver maken voor Windows 10. Hey, oh god, ik sta voor Paul en links van Hachi, nou. Gezellig. Ik weet niet of dat gezellig is. Ik wil een waterpolo, jongen. Waterpolo, jongen, wat toch gewoon stil. Ja, ik was even op de vierde toetsenbord, maar dat is echt verschrikkelijk. Mag ik al? Nee, niemand raken. Wat doen jullie toch allemaal, jongens? Oh, Yellow, hit the wall! Yep. Well, anders rij ik gewoon even laatste. Ja, dat kan niet, dat die plek ook op zit. Ja, hoe kan... Ja, ik heb hetzelfde... Hallo, Yellow. Jezus, dan ga je toch niet de bocht op, Michael? Ik wel. Mijn god, hij kleut hem gewoon vol in mij. Ja, nee, ik snap het wel. Oh. Ik vind hem gewoon lekker, Evert, snap je toch? Kort rondje. Ik word al bijna gelept. Mijn zicht wordt geblokt. Ik ga eens even kijken of ik nog een beetje wraak ga nemen op Marcel. Beuk mijn auto weer van achter. Ik moet remmen voor een bocht, hè? Jezus Christus. Ik zie Kowalski achter me en links zwabberen en die achterkant die breekt er een keer uit. Ja, jij rijdt en hij is net zo snel als dat ik ben. Ik rijdt er niks van. Dwars door de bochten bij mij op het scherm. Ja. Dat is niet normaal. Soms klopt die positioning van die auto's gewoon volgens mij niet. Nee, dat klopt. Want ik rijd precies achter jou aan.
Buiten hele vreemde stuurbewegingen, Daan, heb je wel de snelheid beter in zitten als met die controle. Ja, ik had een microfoon gefout, dus ik moest niezen, dus ik had Huh? Ja, het was wel gek, want of je auto een epileptische aanval kreeg. Ja, een beetje hetzelfde idee, hè. Godver. Oeh, jongens, nice. Kom, maak eens een fout. Ik kan gewoon bijna niet naar rechts sturen met de auto. Een gort is die. Links gaat wel. Verdomme stoepranden. Ik maak het ook een chip. Yes. Dit is wel de verkeerde auto bij het verkeerde circuit, zeg maar. Ja, nee, perfect, jongen. Ja, dat is echt prima gaan. Op drie, jongens. Oh, Karel's eerste, ja. Ik zie het, ja. Ja, door de, je bent de bocht doorgekomen door hem vol in mij te beuken. Niet. Je hebt gewoon snelste ronde, denk ik. Ik ben gewoon een leven, hè. Ja, je hebt dan een snelste ronde, Karel. Nee, Marcel. Of niet? Ah, nee, Shadow heeft hij. Shadow natuurlijk. Oh, is Shadow, ja. Hou maar kijk, hij heeft de Cadillac, ja, hier. Cadillac Escalade. Ik wil net vragen, Chris, ik zie je wel in Teamspeak, maar ga je nog mee racen? Of, schijnbaar is hij er wel, dus dat is wel een grap. Ja. Dat zeg je nou wel, Nox, maar start jij maar eens een keer als laatste. Hey. Nou, want hoeveel start je nou dan? Ik, hè? Juist als ene laatste startte ik net. Oh. Ik kan het niet onderbouwen. Ja, start jij maar als laatste. Ja, en dan? Ja, niks. Oh, level 34. Yes. Of je bent dan aangestoken door die vrouwenlogica. En ja, start jij maar als laatste. En dan hopen ze altijd, klopt, dan gaat hij boos worden en dan... Oh, Noxie mag als eerste, fuck. Ja, uiteraard. Waarom heb jij een 10 kilometer badge? Wie heeft dat? Noxie? Nox, ja. Ja, je kunt je profiel dus aanpassen, dan kun je maar van die stickertjes erop plakken. Oh, ja, je hebt het ook, ja. Nick ook, die heeft allemaal stickers. Alleen vakkenbrieger, die heeft er nooit tijd en zin in gehad. Heeft nog een standaard logo. Binnenkort even doen. Krijgen we waarschijnlijk zo'n Call of Duty icoontje erop. Of niet? Ja, Counter-Strike dan. Okay. Oh ja, Counter-Strike. Ja. Zo'n Duitse zombie, weet je wel. Hey jongens, klaar voor de start. Ja. Knikje weer, hè? Dat bijzondere knikje waar iedereen weer op krult. Oeh, ja. Oeh. Ah, dat ging dus goed. Oh. Ah, nee. Ja, ging best netjes. Oh. Nou, dat was wonderlijk gewoon. Niemand over op de knop. Oh. Sorry, Kowalski. Ach, godver. Sorry, ik zet je wel even recht. Nee, dat was mijn eigen schuld. Jezus, Mina. Ja. Nee, geef je eens maar weer de schuld. Ik shit it. Cello, dat mag toch best langs als je het netjes vraagt, hoor. Uh-oh, dat wordt vliegen. Van 2 naar 10. Nou, dat is ook knap. Beste prestatie. Ja, Cello die dacht, ik hoef niet te remmen, want dat doet diegene voor mij wel. En dan kan ik gewoon er langs af. Misschien weer fanatiek als een stoel. Oh, fuck. Allemaal daar vast, hè. Mijn linkerkant is een beetje gedeukt. Och,
Hoe kan jij die bocht zo hard nemen? Ik snap dat niet. Remmen is angst. dit is een racebaan voor mannen, hè? Dat is niet bevorderlijk. In mijn kont beuken, hoor. Eerlijk waar. Zeg een oude man die event, hè? Letterlijk en figuurlijk. Wat dan? Hij komt op zijn plaats. Hij komt op zijn voorbij. Dan. Nee. Iemand aan wat is dit voor filevorming hier, joh? Reis door, man. De IKEA-kast is in elkaar gezet. Ja, Paul, joh, wat ben je met dat stuur aan het doen, man? Foutje, ik zag het even. Het zwabber te zwabber. Lekker aan het rammelen. Ja, dat is ook voor bocht tegen die camflash. Wat zeg je, snuitje? Ja, je moet gewoon een beetje doorrijden, je rijdt veel te langzaam. Ja, jij parkeert hem ook in de zijkant. Om de bocht door te komen. Nee, serieus. Heuvel af, tweede bocht is vol gas. De eerste niet. Dus, deze bocht dus. Ja. Ga je, deze. Ah, ik ga het weer. Die kan je plak gas nemen? Ja, 100%. Ja, inderdaad. Oh ja, verrek. Maar dan kom je heel kut uit voor de volgende bocht. Nee, zo. Dat volgende vangrail daar. Ja, dat scheelt wel inderdaad. Ja, ik ben mijn motorkap kwijt. Ik ben gelijk stuk nee, maar serieus, als je die scherpe instuurt, dan is de knik klaar. Ja, hebben jullie dat meegekregen, heren? Dat je die ene bocht plank gas kan nemen? Ja, dat doe ik altijd al, joh. Hij lijkt heel rood, maar je mag hem gewoon planken. Alles volgens mij. Hek aanstaan. Wat is dat? Ik denk dat ze een scheepshoren nu had aan. Dat is je plaswekker, of niet? Plaswekker. Ja, iemand werkt gewoon al 3 maanden op een booreiland. Dat weet ik gewoon niet. Ik weet niet hoe je gaat rijden, dat is echt knap. Vind je het mooi dat naakte kontje van die auto, Mark? Nou, ik heb wel een Ubo, joh. Ik ga niet meer herkennen wat voor een auto het is. Soms moet ik gewoon even flink remmen hier, hè? En dan net nog wel genoeg ruimte, hè? Dus deze bocht, heren. Oh, te vroeg op het gas, Mark. Ja. Ah. Ja, die kan ik echt nooit vol gas nemen. Ja hoor. Ja, dat lukt me echt niet met de controle. Maar lukt het wel. Ja, ik kan hem ook vol gas nemen. Ik dan. Last lap, let's push on to the top spot. Serieus, het laatste stukje maak ik dan nog een stuurfoutje. Dat had ik echt een wereldtijd gezet, maar ja. De hele achterkant ligt eraf, Paul. Ja, dat klopt. Ja. Je motorkap gaat ook, geloof ik. Bijna. Ik voel hem bijna daar. Ik moest vol van het gas. Stond ik achterstevoren. Wow, joh, jij hebt gewoon geen auto meer gedaan. Jij rijdt gewoon alleen maar met een plank met wielen. Wat was ik te lachen voor de tweede kant. Godverdomme. Oh mijn god. Je vliegt recht de ene kant aan. Hey Mark. Foutje.
Ja, en een hele grote fout. Ik zat helemaal vast in de muur. Weer, of niet? Ja, weer. Ik zit helemaal achteruit. Kijk, spiegel gebeuren. Oké, okay, Robert, jij rijdt ja. achter me, hè? Ja, op PC. Hij kan deze de blog geen plankje ja. nemen. Oké. Okay. Kan inderdaad, ja. Het scheelt heel veel tijd. Gelukt? Ja, inderdaad, ja. Het scheelt je 2 seconden. Nou, net zei iemand anders, je kan deze bocht aan gas nemen, maar ik was bij een andere bocht, dus... Oh. Ja, dat eindigt vrij slecht voor je dan, hè? Oh, vandaar dat jouw dus kapot is. Dank u, dank u. Dank u. Ja, je kwam even dichterbij, Chris, en toen was je... Ja, nee. Ah. Het voordeel van die banen met die vangrails is dat we geen time penalties krijgen. Ik kan hier bijna naar links sturen, joh. Maar wat is er met Cello aan de hand? Wat gebeurde er, Cello? De auto doet het niet meer. Pak je de banden? Oh, dat deed niet. Volle muren. Oh, Paul en Hachi zijn nog aan het rijden. Ja! Ja, rijden kan de Hachi niet door. Ik had niet zo gaan sturen. Mijn auto ging rond de 40. Ah, dat ging niet. Wat heb je van je gemaakt hoe ik het zag? Mijn wiel die doet ook helemaal zwabberen. Zo, je auto lijkt op een waterski, joh, hè? Mijn wiel ging voor, dat gaat ook helemaal heen en weer. Dat zwabberde. Wat de fuck heb je gedaan, joh, hè? Ongelooflijk. Ja, ik moest lachen toen Koen daar zei, toen beukte ik vol kant aan. Oh, dat is een volle seconde trouwens, hè? Nou, oké. Okay. Wat een verhaal, hè? Oh, jij, joh? Ja, eerst zo die zijdelings rijden. Eerder deze avond zou ik ook wel iemand zo rijden, ja. De zijdelings. Ja, dat is... Het gaat af en toe niet helemaal goed met het synchroniseren, volgens mij, van die auto's. Dan zweven ze een beetje zo schuin. Ben jij dat, Marcel, in de app? Ik heb hem geappt, ik heb hem niet gefilmd, maar dat was Hachi. Die is de broer van David Hasselhoff. Dat is niet de Knight Rider, maar de Side Rider. Het ziet er echt niet uit. Dat klinkt super gay. Side Rider. Side grinder, ja. Side grinder. Ah, oh, we beginnen. Je was wat anders aan het doen. Nou, maar niemand heeft me geraakt, dat valt me nog... Nee. Oh, oh. Oh, stapel hier. Lekker, hè? Oh, ze weten de rem niet te vinden. Rij hem, je hebt eruit, Evert. Go, go. Ja, hier ook remmen, ja. Shadow, lijkt wel of je een rookmachine achter op auto hebt. Oh, oh, ik kan hem rechts sturen. Kijk dan. Jongen, one way. Zag je dat, Shadow? Zo. Ja. Oh, ik stond op de zijkant. Maar bleef achter mijn wiel haken. Ik kon hem rechts sturen. Ja, je kan, Chris. Ah, jongens. En even het heeft weer geluk, hoor. Hij schaffelt weer lekker op plaats 1. Geluk. Talent. Heb ik nog nooit bij je kunnen ontdekken. Heeft hij ook hard nodig, anders eindigt hij straks lager klassement. Hij rijdt gewoon zijwaarts, jongen. Die gast, alles vormt helemaal, dat is niet normaal. Nou, Hachi die heeft een 40x4 modem, dus dat kan die data allemaal niet aan. Nee, dat is niet. Nee, alle Brabantse internet gewoon, is via Duitsland. Hij rijdt het gewoon overdwars over de baan, jongen. Dat ziet er echt uit. Oh! Ga
Gaat lekker, Paul, of niet? Ah. Maar dit is te veel voor die oude man. Ja. Dit gaat echt... Die bocht is gewoon vol gas dus. Oh, Karel, bedankt voor het remmen. Lekker, lekker. Als je blijft gewoon aan iemand vasthangen, jongen. Oh, ik sta vast. Oh, ik sta echt vast. Ja? Ja. Ik moest echt. Moest maar vieren. Je kunt allemaal Marcel, sta hier vast. Ik heb aan die bocht van. Goed, doe maar laatst. Opeens zijn die racing lines uit. Ik heb die niet meer. Helemaal uit? Nee, ja, die zijn gewoon weg. Oh, dan heb je op een knopje gedrukt. Ik heb allemaal gele dingetjes. Ja, waarschijnlijk op je controle en een toetsje langer. Ja. Oh nee, ze zijn er weer. De motor is heel. Ja, hij schakelt bij mij niet zo lekker meer. Afgelopen. Zo komt hij op gang. Het is kapot, Hachi. Ja, mijn motor en mijn stuur. Eindig achtste. Laat ik niet erin. Je bent er ook te oud voor, zie ik wel, de spelletjes. Het is net een... Mijn linkerband is kapot en je wil per se naar rechts, die auto. Nee, dat is niet te doen. Die. Nee, hij is echt te kapot. Ja, ik ga dat ook retiren. Paul! Sorry, Karel. Je blijft het echt aan elkaar plakken. Ja, sorry. Ik kan geen bocht maken, gewoon. Was niet expres. Retire. Maar ik zet je wel even recht. Oké. Was het weer allemaal rood, Karel? Bij mij? Ik heb alleen maar geel. Jeetje, die auto is als de bodemplaat die hangt los. Ja. Netjes, Evert. Thanks. Je had ook wel voorsprong, hè? Ja. Oh, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, ik sta als vierde nu. Daan, jongen! Dat was wel voordeel. Ja, ik dacht dat je er niet langs was. Nee, dat merk ik, ja. Ik zat één keer in een crash vast en ik heb één keer een reset gedaan in de laatste ronde. Dus okay. Kun je nagaan hoeveel shit die andere heren hebben. Oh, wat waardeloos. Ja, dat is echt niet best dit, nee. Hey. Kijk, als Shadow vrij baan heeft... First. Damn, Shadow, je bent me nog voorbij gegaan ook. Kloot. Dus je moet iets van een 1.22 rijden, zie ik. Thanks. En ook eerst in het event, hè? Tadaa. Ja, zeker. Yes, ik ben level 01 nu. 100. Dat was mijn laatste potje, jongens. Ik ga er vandoor. Even kijken of nog de volgende keer de controllers wel werkend heb. Of ja. Goed gesteld. Ja, is goed jongen, hij is eraan. Yo, van alles. Yo. Hey jongens, ik ga er ook mee stoppen. Morgen om 17:15 te wekken weer. Dus een mooi moment om te stoppen. Voor mij althans. Voor mij ook. Jongens, bedankt. Thuiswerken toch even. Ja, ik heb een nieuwe collega. Dus ik ga twee dagen in de week wel naar Driebergen toe om haar in te werken. Haar. Haar. Kijk. Driebergen. 30 jaar. Oh. 30 jaar? 31 jaar. Blond, rond de borsten. Hebben wij dan toevallig dezelfde werkgever of niet? No titties. Ik weet niet waar jij... Ik werk bij de Landelijke Eenheid. Oh, ik werk bij de politie in Tilburg. Oh, oké. Kijk. Collega's dus. Yes. Nice. Nee. Fijne avond, jongens. Volgende week. Hey. Fijne avond. Volgende week, man. Later. User disconnected from your channel. Hey yes. Jongens, bye. Hey, yo, bye. Doei. Ik ben er ook klaar mee, jongens. Tot volgende week, hè. Yo. Tot volgende week, hè. Yo. Smerige, vieze oude beuker.
Godverdomme. Ja, als er zoveel weg zijn, dan ben ik er ook vandoor. Goedenavond, nee, jongens. Nee. Was alweer. Laatste, dan stop ik ook. User disconnected dus, nog één raceje, channel. Kom. Ja. Nou, maar eentje dan. Echte bikkels blijven weer over, hè? Nee, we doen er nog eentje en dan. User disconnected from your channel. Een mini-raceje. Nee, je hebt nu die steelschavers. Oh, maar om die eerste bochten door te komen met al die. Met al het gebeuk, jongen. Ja, exact dat. Maar als iedereen dat nou een beetje wel heeft in zijn eigen stijl dan uiteraard, en dat iedereen dat dan veel leert, dan is dit super vet, hè? Tering, was er voor een spoiler. Ja, is die groot genoeg? Ik ga ook hard door deze, hoor. Door die spoiler zie ik niks, joh. Oh. Ga ik gewoon weer. Ik wel hard op. Ja, dan wel een stuk relaxer zo met 5. Godverdomme. Ja, nou, ja, ja. Minder beuken. Merk het. Mijn remmer indrukken, maar ja. Een lekker refrijbaan, Shadow. Nick was trouwens ook lekker bezig, zeg. Gods kleren. Die kreeg ik af en toe gewoon ook van buiten naar binnen. Nee, heb ik hetzelfde. Het is eigenlijk niet een auto voor bochten dit, het is alleen voor lange rechte stukken. Ik heb merkt, bij deze auto moet je het gas loslaten in de bocht. In die hele Haagse bochten dan. Slechte bocht.
Maar het zei, oh, vies je daar tijd, Shadow. Doordat je door het gas ging. Vieze lul! Ja, jij hebt er veel vieze, te laat vieze, van... vuile Bravo die je er bent. Nee. Je zegt jezelf toegeven. Je hebt echt veel te laat. Nee, ik had hem op de weg en dan ram jij er nog in. Nee, jij remde veel te laat en dan sta je opeens zo zacht in die bocht. Ja, ik kan geen kant op, ik kan niet verdwijnen. Jongen, zeg iets over mij. Chris. Lekker hoor. Oh, wat een rat. Kauwer, wat een fake shit. wat is er, jongen? Ik krijg een penalty. Ik word in de buitenbocht eruit geduwd. Ja, ik krijg een penalty. Ja. Tip van de dag, Hachi. Nou, ik word laatst nou ook nog eens ook. Ah, dat was ja, blijf achter mij. Ik heb toch een penalty gekregen. Deze auto stuurt echt voor een meter hoor. Dat is echt een kutauto. Godverdomme. Sorry al dat langs je reed. Ben je met cello aan het vechten? Ja, gebruik hem nou als rem, maar... Dus dat gaat niet op. Ben het ook nou weer een penalty krijgen? Nee, nou snij ik wel af en krijg geen penalty. Waarom dat mijn spoiler er niet af is gebeukt? Van je zicht. Hé, hey, mijn belastingdienst laptop springt opeens aan. Oh. Dat is een inlog scherm. Ah, netjes, Shadow. Een zware bevalling. Oh, ik dacht dat het finish al was. Ja, niet veel sneller hoor. Geen... Krappe, half seconde. Geen beukers in de buurt en dan is het vist, hè? Ah, je ziet hoe strak we allemaal rijden, hè? Het is ook niet echt 10 seconden ertussen nu. Er zitten gewoon allemaal dichtbij. Dat zeg ik, als je een beetje vrij baan hebt, dat scheelt enorm. Ja, want wij lieten elkaar ook wel een beetje geven ruimte. Ja, kijk, als je heel dicht bij elkaar zit, natuurlijk moet je dan de binnenbocht hakken, maar... Ik had zelfs geen 2, maar zelfs 3 seconden gekregen. Als straf dat ik er iemand mij liet afbeuken. Dan beraden, jij zat in de buitenbocht en hij kwam je binnen inhalen. Aan de binnenkant. Ja, dan tikte hij eruit. Ja, nergens op. Hoe kan ik een penalty krijgen? Afsnijden is het niet? Nee, omdat je dan buiten de baan komt. Ja. Ja. Het enige wat je dan kan doen, is als je die persoon daar ziet, of remmen, of ook weer aan de binnenkant duwen. Maar ja, het is lastig hoor.
Heel vaak op de rechte stukken hou ik expres in en dan schieten ze er maar van langs en dan haal ik ze er over twee bochten wel weer in. Snap je? Hij is mooi geweest. En ik bedoel, als ze sneller zijn op het rechte stuk, waarom zou ik er dan naar voor slingeren, weet je wel? Klopt, dan ben je sneller. Ja, mooi. Ja. Dat was het? Dat was het voor mij ook, ja. Ja, voor mij wel. Nou, dan bedank ik jullie en dan zien we elkaar volgende week weer. Gaat ze weer. En, ja, man. Volgende week wel. Yo.